En goedemorgen, fijn dat u er bent bij het tweede deel van Koffie Max, met straks een prachtig optreden van Bart Peters. En Marijke Helwegen en René zijn er, want die toeren met een mobiele boerderij door Nederland. En wat dat inhoudt, hoort u dus zo dadelijk. Maar eerst, deze dames zijn echt een heel opvallend fenomeen in het straatbeeld. We noemen hen de Red Hatters. Ze zijn altijd gekleed in het paars met een rode hoed. Heel hartelijk welkom. Ja. Marlene, waar staan de Red Hatters voor? De Red Hatters die staan voor fun and friendship. En niet zeuren, we genieten van het leven. We doen niet aan politiek, niet aan religie, niet aan goede doelen. Het goede doel zijn we zelf. We hebben een enorm netwerk hier opgebouwd, onderhand bijna 100 chapters. Nou, het is geweldig in 6 jaar. En wat houdt een chapter in? Een chapter is een groep, een afdeling kun je het noemen. Okay. Aan het hoofd staat een queen. Ja. En je hebt dan ook baronessen, freules. Iedereen mag een eigen naam verzinnen. En maar jij bent eigenlijk de queen mum, hè? Want jij hebt het naar Nederland gebracht. Ja, Waar komt het oorspronkelijk vandaan? Hoe ben je ermee in aanraking gekomen? Ja, in Californië is Sue Ellen Cooper, die heeft dat Engelse gedicht gevonden, Warning. Dat betekent dus waarschuwing. When I'm an old woman, I shall wear purple. With a red hat, which doesn't go and doesn't suit me. Want eigenlijk is het natuurlijk... Vertel het eens. Het vloekt. Ja. Als je een rode hoed draagt met paarse kleding, het is natuurlijk een vloekende kleur. Maar dat maakt juist een statement eigenlijk. Ja. Van, we zijn er. We zijn allemaal boven de 50. Ja. En je kunt ook een roze hoed op hebben als je net onder de 50 bent. Dan mag je ook. Lila kleding, dan ben je bijna een red hatter. Want wat is de minimumleeftijd dan? 50 is eigenlijk, ben je een red hatter. Ja, dan ben je red. Maar ik ben nog geen 50. Dan zou je een pink hatter kunnen zijn. Okay. Dus een roze hoed en lila kleding. Lila ja. dan. Ja. Oké. Okay. En stel ik ben 45, dan mag ik ook al... Ja, in Amerika zie je ook mensen van 30. Maar ik lijk me... Of nog jonger. Maar voor ons is het meeste zijn toch eigenlijk wel een red hatter in Nederland. Het gaat om de lol en de gezelligheid in het leven. Jij hebt dit uitje georganiseerd, hè? Ja, dat klopt. Ja. Nou, hartelijk dank. Ik vind het fantastisch dat jullie aanwezig zijn. Vind je niet? Ja. De eerste queen van Nederland. En het heeft zo'n sneeuwbaleffect teweeggebracht. Ja. Ik dacht, dat moet horen bij Koffie Max. Ja, ja, hartstikke absoluut. Fijn, dankjewel. Ja. En er wordt heel veel georganiseerd. En Rianne, dan kom ik even bij jou, want er is inmiddels ook een koor. Ja, klopt. Een landelijk koor. En dus, Marlene vertelde het al, er zijn bijna 100 chapters. En vanuit vele chapters zitten er dames, Red Hat Ladies, bij mij in het koor. En het is de bedoeling zelfs dat er een musical komt. Ja, er komt een musical. Er komen eigenlijk 2 musicals. Een pre-productie die heet Head Over Heels. En daarna de grote musical, en dat is Go Ahead. En dat is natuurlijk ook allemaal weer een woordgrapje eigenlijk. Ja. Zijn er ook dingen verboden? Eén ding is verboden, we mogen niet zeuren. We proberen de zorgen van alle dag even thuis te laten. Niet zeuren? Niet zeuren. Ja. Dingen van alle dag thuis laten? Nee, lijkt me een heel goed idee. En het heeft geen zin om met elkaar over je dingen thuis te praten. Je bent ergens of je gaat ergens naartoe. En dan maak je lol, je hebt plezier, we dansen. En je hebt altijd bekijks, hè? Dus ja, dat kan je wel zeggen. Ja. We gaan bij voorkeur met de trein. En dat is gewoon... Dat is het hallo. Ja, dat is geweldig. Ja. Zijn jullie dan ineens weer een beetje 16 ook? Qua gevoel? Ja. Denk het wel, hè? Ja, absoluut. Je weet niet over ziektes praten, dat is ook belangrijk. Niet over ziektes praten. Nee. We zijn een aantal keren naar Italië geweest. Nou, en dan worden we behandeld als filmsterren. Hè? Dan draaien de mensen een raampje naar beneden. Ja, ah, yes. Bella. Zo, ja, dat... Dan stralen we. Prachtig uitzien. Ik wens je nog heel veel plezier toe, maar dat is jullie zeker toevertrouwd. In ieder geval dank voor de komst naar de studio. En dat er nog maar veel chapters mogen komen. Hè? Ja. Want plezier kan je nooit genoeg hebben in de wereld. Nee, toch? Zeker niet. Oké, hartelijk dank.